Nou ja, superleuk kijken naar deze nieuwe weekvlog. Oh, ik heb eindelijk vakantie. Halleluja. Daar ben ik wel blij mee. Blondie. Wat een vonky bonkie. Ik ga Blondie vandaag rijden zonder zadel. En Ivy met zadel. We gaan even kijken of het zadel van het kroontje past. Dat hopen we en zo niet. Dan ga ik zonder zadel op te rijden, denk ik. Nou ja, even kijken. Mijn zadel was best wel lang geleden. Maar ik had er weer zin in, dus ik dacht, we gaan ervoor. Dat is helemaal top. Goedemorgen, wij hebben net de fotoshoot gehad en ik ben weer op Blondie terug aan het gaan naar huis. Daar staan Emmee, mama en Sabine nog. We zijn even alles aan het opruimen, want die zijn met de auto gegaan. Dus ik ga even lekker rustig naar huis toe. Dan staat vandaag ook nog op de planning dat ik op buitenrit ga samen met Jules. Maar dat is vanavond pas en dan gaan we naar het strand toe, dus dat is wel heel erg leuk. Maar nu even lekker op zijn pony terug naar huis. Hoi! Ik ben op buitenrit samen met Maren en Jules en Bel. We gaan even lekker op buitenrit. Lukt het nog allemaal, Jules? Ja hoor. Klinkt niet heel tevreden. Moe. We hebben 8 uur opgestaan, oké, dat is goed. 8 uur op? Ja. Dat valt nog wel mee. Voor mij vroeg. Ik heb 3 weken lang. En ik elke dag om half 11 opgestaan. Oh. Wat nou als je nu weer naar school moet? Nu ben ik al helemaal dood. Zuid-Holland. En dan denk je, wat is dat? Nou, dat is het Trainingstalentencentrum Zuid-Holland. En dat is het een mailtje gehad en daar stond er, nou ja, je hebt dit niveau en je kan meedoen aan de selectiewedstrijd. Dus moeders en ik hebben ons ingeschreven. Nee, ik niet. Ik heb me ingeschreven. En... ik heb jou ingeschreven. Oh nee, mama heeft mij ingeschreven, dus we hebben ons samen ingeschreven. In die zin, ja. En dan ga ik meedoen aan een selectiewedstrijd. Dat is geen wedstrijd, het is gewoon een kliniek. Selectiekliniek. Dus in deze 21 dagen gaan we hard trainen. Dat betekent trouwens wel dat ik dan geen springwedstrijd kan bereiken. Wat heeft het een met het ander te maken dan? Nou, dat ik springwedstrijden wil gaan rijden en nu weer een zondag wegvalt. Ja, dat is het probleem niet. Ja. Rick! Wat? Heb je er zin in? Yo. Het is vroeg. Het is te vroeg. Mama en ik zijn er nog uit geweest vannacht voor Alice. Dus we hebben bijna niet geslapen. Maar het is bijna 5 uur. Dat betekent op Koningsdag dat we naar Holtkamp gaan. Naar de beste tompoesbakker van Nederland. En dat we tompoesen en moorkoppen gaan halen. Want moeders en ik zijn een beetje crazy. Zo in z'n dark. Dus? Nou, jij en de kaasboer waren besties. Nog steeds. Oh. Is alleen gesloten op Koningsdag, zie ik. Oh, dat is pech. Dat we er bijna zijn. We zijn er bijna. Wat wil je eten? Ja, zo'n poes. Nu al? Nu al. Hoe laat is het? 4:45. Oké. Nou, als jij vindt dat je dat moet eten, dan gaat u gaan. Ik had gewoon echt serieus hier midden op straat een tompoes eten. Ja, who cares? Ja, geen idee. Ik niet. Nee, blijkbaar. Je gaat gewoon serieus opeten. Ja. Nou, eet smakelijk. Dankjewel. Komt u maar. Ja, ik ben hiervan getraind. Ik zie het. Hola, hola. Het is vandaag vrijdag. En we zijn weer met de boer om tour. Vandaag gaan we weer naar Spon toe. Maar ik krijg nu van iemand anders les. Weer even andere piece of cookie. Joekdo, joekdo. Ik vind het wel gek. Kan ik zeggen dat vandaag de laatste dag op Arnhem is? Ja, zeker. Het is vandaag natuurlijk de laatste dag op de Arnhem. En ik heb net 2 hele teleurgestelde meisjes gemaakt. Want ze wouden Blondie poetsen. Dus ik zeg oké, doe maar. En deze zeiden, kan ik je ergens mee helpen? Ja hoor, Blondie maar. Dan kan ik andere dingen gaan doen. Noise. En toen zei ze van, hoe lang staat u hier eigenlijk? Oh, en ik zei, ja, 2,5 jaar, maar ik ga weg. En toen was het echt zo van, no. Dat was wel zielig. Maar sometimes life is hard. En you have to take afscheid. Meh. Oh. Goedendag. Ik voel me een soort kast. Want ik heb niet 1, niet 2, maar 3 en ook nog 4, maar die ga ik niet open doen. Want anders krijg ik het koud. Kijk, en dit is dan ook nog een bodyprotector. Dus dan... bam! Want we gaan crossen en dan moet je een bodyprotector aan. Want dat zijn regels. Ik kan een soort niet geloven dat ik hier morgen sta. Dat past nog niet in mijn hoofd, zeg maar. Bij jou wel? Ja. Ja, bij jou wel. Lekker toch? Kijk dan. Een soort omschakelen. Weet je hoeveel ruimte je dan hebt? Kijk dan. Bak. Nee. Crossterrein, menterrein, springbos. Weides, paddocks, stallen met luiken, wat wil je nog meer? Min al mijn besties. Dat wel. Menselijk gebied, dat weet ik niet, maar paardengebied is het hier wel heel fijn. Oh my god, Blondie, de haar is er vanaf. Wat nu? De honingcel van VITALStyle. Want dan kan het haar sneller teruggroeien. Je moet niet zo'n gezicht trekken, doe normaal joh, gek. Kijk dan. Het is wel lekker voor hem, blijft het lekker soepel. Normaal spuit en smeer je altijd alles erop. Nu heeft ze een wit hoofd. Dus wil je dat een beetje uitsmeren? Want het hoofdstel gaat er overheen. Oh ja. En er zit ook nog gewoon hooi in haar hoofd. Blondie zit hooi in je hoofd. Iets anders dan zaagsel in je hoofd, je hebt hooi. Nou. Oh, nou niet zo. No. Jeetje, Mina, wat ben jij voor een... Ze vindt het gewoon niet fijn, ze vindt het je niet aardig. Zie je, ze had gewoon verzorging nodig. Sorry, Blondie. Ah, nice. Ik heb hem al gepakt hoor.